Schiphol was gisteren, op de eerste dag van de meivakantie, een chaos vanwege de staking van het grondpersoneel van KLM. Ook Bas Smit en Nicolette van Dam waren op de luchthaven en vreesden dat hun 12e vakantie van het jaar in het water zou vallen. Die twee wilden gewoon lekker aan de sangria en hebben een hekel aan wachten. Gelukkig werd de vlucht van Bas en Nicolette gered door een held, namelijk de vorstelijk betaalde piloot van dienst. Wij hebben met stip de coolste KLM-captain ever. Hij staat gewoon zelf de bagage in te laden zodat zijn passagiers geen last ondervinden. Dan ben je gewoon een megaheld, aldus de influencende man van Nicolette op Instagram. Dat het begrip held aan inflatie onderhevig is, is geen geheim, maar dat je nu ook al een held bent als je de vakantie van Bas en Nicolette redt gaat wel heel ver. Het stoort mensen echter vooral dat Bas een stakingsbreker de hemel inprijst. De kritiek is heel fors. Een van de meest delicate kritische tweets is die van de bekende schrijver Barry Smith. Wel dik dat iemand die 3 tot 6 keer modaal verdient de staking breekt van mensen die iets meer willen verdienen dan €11 per uur. Als je dit een held vindt, heb je scheid aan de echt hardwerkende Nederlander, sneert hij. Zo'n held laat zijn onderbetaalde collega's in de kou staan, vindt Barry. Of ze staken een keer mee, solidair met de mensen die hun rug verslijten om de vliegtuigen vullen voor 11,37 per uur. Barry's tweet heeft inmiddels al meer dan 1000 likes gekregen. Luchtvaartjournalist Ieteke de Jong van de Telegraaf heeft de Instagram-post van Bas ook geplaatst. Onder haar tweet stroomt het vol met kritiek. Wat een smeerlapperij. Van enige solidariteit met collega's die zich elke dag tegen minimumloonafbeelding uilen is bij deze fijne meneer geen sprake, zegt Erik bijvoorbeeld. Pim, als hij er dan ook nog voor zorgt dat zijn collega's beter betaald krijgen, dan is het echt een held. En Patrick, met een salaris van 4 keer meer dan het grondpersoneel, bedankt hij zo zijn collega's met een steek onder de gordel. Bas reageert op de storm van kritiek. Voor de duidelijkheid, deze meneer heeft dus juist respect voor zijn collega's. Hij respecteert dat ze staken en heeft zoiets dan pak ik het wel even op. Zoals het hoort. Hij kan ook de stakers de schuld geven, maar hij denkt in oplossingen. Zouden we allemaal moeten doen, zegt hij. De post van Bas kan ook op bijval rekenen, onder meer van KLM zelf en van tv-miljonair Wendy van Dijk. Rood hart it, klappende handen, klappende handen, klappende handen, klappende handen, zegt zij.